Joel Veldman, titel verspeeld vandaag? Er is altijd een kans, maar het is wel vrijwel onmogelijk, ja. Is dan 2 dagen rust na 120 minuten voetbal in Gelsenkirchen te weinig? Kijk, je verliest hier, maar dat, natuurlijk, je voelt je benen wel, maar het is niet een reden dat wij hier verloren hebben, dat zeker niet. Je speelt bij Ajax, dus moet je dat gewoon gewend zijn. Nu weliswaar is het in extreme vorm, je speelt 120 minuten de meeste dan, maar ook al heb je 81 minuten gespeeld, je voelt het wel. Maar op zich, dat wil ik niet als reden gebruiken dat we hierdoor verliezen. Wat wil je dan wel als reden gebruiken dat je hier hebt verloren? Nou, ik denk toch wel de eerste helft dat we gewoon niet goed stonden. We willen druk voor, naar voren zetten natuurlijk en dat lukt ons niet. Tweede helft, dan ging het zeker beter. Maar goed, ja, dan krijg je niet veel kans. Je weet dat je natuurlijk een beetje vermoeid bent. En als je die paar kansjes krijgt, ja, dan moet je net wat scherper zijn. Ja. Kunnen we nu spreken van een mislukt seizoen of is dat totaal overdreven? Je gaat als Ajax zijn altijd voor de titel. Dat kan je bijna wel vergeten eigenlijk. Maar goed, we hebben de Europa League nog. Wordt ook heel lastig met Lyon natuurlijk. Maar we hebben nog een paar wedstrijden te spelen en daar moeten we gewoon alles winnen. Dus er kan nog van alles gebeuren. Ja, maar het feit dat jullie de halve finale van de Europa League halen is toch al een prestatie op zich? Ja, natuurlijk. Maar je wil altijd meedoen. Tot de laatste dag wil je ook op kampioenschap meedoen. En dat is nu wel bijna uitzichtloos. Ja. Wat heb jij op 24 mei gepland? Dat ga je me nu vertellen. Ik hoop een finale in Stockholm. Ja, zover kijk ik totaal niet. Ik bedoel, Lyon is een hele goede ploeg. En we moeten eerst nog maar even zien om te winnen, zeker thuis. En dan zien we dan weer. Ja, maar het is te doen toch, Lyon? Nee, tuurlijk. Er zijn zeker kansen. Hebben ze veel doelpunten tegen gehad. Scoren weliswaar ook makkelijk. Nou, die spitsen, die Lacazette is een beetje blessuregevoelig. En ze staan volgens mij vierde met 20 punten achterin in Frankrijk. En dat soort dingen hou je wel een beetje bij. En qua beelden, dat komen natuurlijk deze week komen naar boven. Maar er liggen zeker kansen, ja. Jullie hebben hier verloren. PSV kruipt 3 punten dichter bij jullie. Maken jullie nog zorgen om die plek 2? Nee, ik persoonlijk niet. Ik bedoel, we spelen volgens mij Go Ahead en Willem 2 uit. Heel simpel, die moet je gewoon 6 punten pakken. En dan sta je gewoon tweede. Het is nog te vroeg om Feyenoord te feliciteren. Zeker weten, ja.